Yo boys and girls. Mijn naam is Alta Dille. Yo boys and girls en welkom bij weer een nieuwe vlog. Deze vlog is de eerste vlog na vlog 70 met de camera. Vlog 70 was dus met de iPhone X6 opgenomen. En deze vlog wordt dus met de camera opgenomen. Deze vlog is dus de eerste vlog met de camera dat geëdit wordt via de MacBook. En ja, ik ben nu dus mijn muziek een beetje aan het spelen op de MacBook. Zoals jullie horen ben ik Yandy Heroes Tonight aan het afspelen. En het is nu dinsdag 21 maart 2023 wel. En ik ga op 8 april ga ik naar OHL KV Mechelen kijken in het stadion. Ik heb gratis tickets, dus waarom ook niet. Dan ga ik naar OHL KV Mechelen kijken. Hopelijk pakken we die kakkers. Het zou echt zo nice zijn moesten die kakkers pakken. En dan ben ik blij met de MacBook, zoals jullie al wel de vorige video hebben gezien. Was ik echt blij met de MacBook. Dus ja, normaal gezien was ik nu bezig aan de challenge met 83 reden Casper Schmeichel. Maar ik en Sven hebben dus beslist dat we die niet meer gingen doen. Dus ja, let's go. Ik ga nu eventjes verder draaien en dan hoor ik jullie guys straks terug. Oké, ik ben nu aan het draaien, nog steeds. Ik ben nu aan het opnemen zodat ik aan het draaien ben. Ik heb een heel leuk setje aan het maken. Ik kon weer een half uur setje maken, dus ja, echt wel een goede muziek nu. Dus DJ Hex en DJ Tinus. Dus ja, let's go. En het is nu donderdag en het is donderdagmiddag, 12:21. En ik heb net gestreamd op YouTube. En nu ben ik een mix aan het uploaden op SoundCloud. En het is echt wel nice geworden, de mix. Ik heb die met deze ding gemaakt, de mix. Via Juiced. En nu is mijn mix aan het uploaden op SoundCloud. Ik ga een linkje naar de mix hier in de beschrijving van de vlog steken. Ja. Niks te doen. Dus ik ben nu eventjes aan het. Ik heb een mixje gemaakt en jullie horen het ook. Dus ja. Dus ja. Ik heb heel die mix 20 minuten of zo gemaakt via de Juiced. En dan No Farmers No Food mix gaan gemaakt. Dus ja. Let's go. Oké, boys and girls, ik heb nu net een streampje gehad. Mijn derde streampje met de Mac. En mijn derde streampje met de Mac. Ik heb vandaag twee streampjes gehad. Eentje in de voormiddag en eentje in de namiddag. In de namiddag hebben we de draft gedaan. In de voormiddag hebben we geprobeerd om de week 87. En Grealish 90 verder spelen. Is dat niet gelukt. Maar gaan we zondag verder doen. Vandaag hebben we vanavond ga ik ook een video maken. Ga ik een stukje van de video nog opnemen. Voor Ederson vrij te spelen. En voor Ederson SBC te doen. Ga ik ook in de video doen. En hier is zo'n beetje nu de setup. Wacht, ik ga de setup laten zien. En dat is goed. Deze is een beetje de setup. Hier is de camera die daar gericht staat aan mijn zetel. Hier is de Elgato, de HD60X, die daar in mijn USB-C hub gaat, dat nu eigenlijk niet is aangesloten aan mijn laptop. Hier is een microfoon met de microfoonarm en de mixer. Hier is mijn laptop, mijn MacBook. Hier gaat mijn OBS op. En hier gaat de game op de tv. Dus ik doe alles, hup, 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 hup. En
Zo ga ik dus altijd streamen vanaf nu. En hier zit ik dan in de zetel. Normaal gezien stream ik altijd van hier. Ik zou eigenlijk die lichten nog eens naar daar moeten verplaatsen, maar ga ik nu nog niet doen. Omdat ik nu eventjes nog basic hier bezig ben. Dus ja, let's go. Oké, het is dus zaterdagochtend. Ik heb gisteren niet geblokt, gisteren heb vrijdag niet geblokt. Donderdag heb ik waarschijnlijk ook niet geblokt, ik weet het niet. En het is zaterdagochtend, het is 8:21 in de ochtend. En ik zit al te draaien, dus dat is gewoon. Draaien is mijn leven geworden. Dus let's go. Ja, boys en girls, het is zondag. Ik heb op zaterdag weer niet gevlogd. Wow, op vrijdag heb ik waarschijnlijk ook niet gevlogd. Ik weet het niet meer. Ik heb nog iets in de bestanden moeten zien. Maar vandaag heb ik dus de laatste match van het seizoen. Hopelijk winnen wij deze match. Gemakkelijk, maar het is tegen Simicals, dus dat is niet gemakkelijk. Dus. Het is op het veld van Simicals, dus dat is niet gemakkelijk om daarop te gaan winnen. Vorige keer hebben we dat ook grandioos verloren. Dus. Toen hadden we een paar nog niet al staan, dus hopelijk winnen we deze seizoen. Doen we deze match genoeg. En hebben we een seizoen kunnen afsluiten met 1 verlies en 5 wins. Dus in de tweede helft. In de tweede helft seizoen zal dat dus ja. Nee, meer. Ja, 1 verlies en 5 wins. Of 2 verlies en 5 wins, ik weet niet meer juist. Maar ik denk dat we dan. 3, 15 of 18 of zo hebben. Dus ja, hopelijk winnen we deze match nog. Oké, wauw, we zijn een paar dagen verder. Het is nu zaterdag, 1 april. Oh jongen, het is van 26 maart geleden dat ik nog gevlogd heb. Like, what the fuck, hoe kan ik dat vergeten om te vloggen? Ja, waarschijnlijk een heel druk leven met nu FIFA video's te maken en zo. En het is nu zaterdag. Ik heb net Formule 1 gekeken. Het is zaterdag 11:05. Ik heb om 7 uur de morgen de Formule 1 gekeken. En Max Verstappen heeft pole positie. Dus let's go. Nu ga ik even mijn camera opladen, want die is zo te zien plat. Oké, boys en girls. Het is nog steeds zaterdag 14:26 en mijn camera is eindelijk opgeladen. Ik heb nu al een deel van de FIFA video opgenomen. Ik ben al enkele dagen bezig, ik ben al een week bezig met die FIFA video dus. Ja, echt wel een leuk ding voor daarmee een week bezig te zijn. En ik hoop dat ik snel die FIFA video klaar heb, want ja. De FIFA video moet echt wel klaar zijn tegen, ik weet niet wanneer, dus ja. Die video moet echt klaar zijn tegen binnenkort, ja. Aangezien, ik ben ook wel een FC Barcelona supporter zoals jullie weten. Maar ik heb echt een filmpje gezien van de tegenhanger van Real Madrid, dus. Ik heb daar een filmpje van gezien. En dan ben ik toch delen met jullie. Dat filmpje, dat is 1:26 lang. Maar ik wil dat toch graag delen met jullie. Omdat ik zoiets heb van... Ja, het is echt wel een leuk filmpje. En goed gezongen en zo ook. Dus ja, ik ga het sowieso delen met jullie. Ik ga dat delen met jullie. Gloria que tu hiciste, historia por hacer, porque nadie resiste tus ganas de vencer. Día sol en las estrellas, mi viejo San Martín. Llevo tu camiseta pegada al corazón, los días que tú juegas son todo lo que soy, y acorre la saeta
stem heeft die man. Echt. Zo'n schone vibrato heb ik nog nooit niet gehoord. Echt. Die vibrato in zijn stem, echt. Oef. Die vibrato is echt lekker, lekker, lekker. Echt goede vibrato. Echt. Alles is wel perfect aan. En ja. Echt goede vibrato. En ik heb net uitgekeken naar wanneer dat de video online komt, de FIFA video. Die zou op 14 april online komen. Deze vlog komt op 11 april online. Dus ja, ik ga maar tot vanavond vloggen ofzo. Dus ja, ik ga sowieso de vlog afsluiten deze avond. Dat ik die zondag, op zondag 2 april, in de namiddag ofzo, even in de voormiddag kan editen. En ja, echt wel een leuke vlog is deze al. Oké, dit is niet zo'n lange vlog. Het mag ook een korte vlog zijn. Dus vlog 71 is nu. Die dat ik ga editen, ook op de MacBook Pro M2. Dus ja, let's go. Oké, het is nu dus half 5. En ja, ik ben net te weten gekomen. Ik ga deze avond naar de cinema. Dungeons & Dragons ga ik zien. Ga je zien welke film dat juist is. Ik weet dat het Dungeons & Dragons is. Dungeons & Dragons Onward Among Thieves ga ik deze avond kijken in de Kinepolis in Anvers, ofwel Antwerpen. Shoutout naar Antwerpen, je weet toch. En ja, shoutout naar Antwerpen. Shoutout naar Kinepolis Antwerpen, je weet toch. En ja, ik ben nu eventjes AFK op fucking GTA, Grand Theft Auto 5, you know. Grand Theft Auto Online, je weet toch. Is een massa's goede spel, je weet toch. Ja, man. Hey, broer, niet zo met kak gaan praten, zeg tegen mijn nagel, joh. Wallah. Nee, joh. Shoutout naar alle Turken, jongen. Shoutout naar hun. Maar nee, even serieus. Ik ga dit deze avond waarschijnlijk niet opname doen. Want die login maar morgen vroeg. Dus morgen zijn er twee keer dat ik het hele nog in moet opnemen. Wajo broer. En goedemorgen, het is dus zondag vandaag. En what the fuck, wat een race. Wat is deze morgen echt? What the fuck. Ik heb net de race gezien. Drie rode vlaggen. Drie of vier herstarten. Like, what the fuck. Zoveel collisions, ze zijn met 12 geëindigd. 12 van de 20, dus. What the fuck, wat een fucking goede race. Allee, goede race. Een race dat 2,5 geduurd heeft, dus ja, what the fuck, Celeste, bro. Oké, boys and girls, dit is maandag. Maandag 3 april. En volgende week dinsdag komt de volgende online, dus. Ik ben nu eventjes bezig met mijn zomersetje te maken. Dus als jullie horen, is nu Avicii Silhouettes aan het draaien. En ik neem jullie mee naar de volgende overgang. Dus ja, let's go. Ik neem jullie mee naar de volgende overgang. Ik heb mijn zonnebril aan. Dat is beter voor de zomervibes op te halen. Dus als jullie horen, ben ik Avicii Silhouettes aan het draaien. En ja, let's go. Ik kom nu de drop kan ze binnenkomen, alleen de overgang kan ze binnenkomen. Dus dan ga ik naar vaker, want one day vandaag gaan. Dus ja, binnen 2 seconden ben ik daar. En 3, 2, 1. One day. This name shall rise up. Live up in the mainstream. Tja, ze weer kijk overschrijd aan Alvin. Het is feel so close. En dan is het King on the Jubelle. Tja, let's go. En ja boys, always say I did it. Show that an error for zo'n goede fles. Oh. Always dehydrated. Always dehydrated. Drink niet te veel cola. Drink meer water. En always dehydrated. En
Rogue is hydrated. Always stay fucking hydrated, man. Yeah, always stay hydrated. En ja, bij deze wil ik jullie ook toelichten dat ik nu woensdag 5 april niet moet gaan werken en 12 april moet ik ook niet gaan werken. Mijn leidinggevende nu woensdag de 5e zit hij op een andere organisatie, dus dan kan ik dus niet gaan werken. En op de 12 april gaat hij naar Benidorm. Dan is hij naar Benidorm. Dus 2 weken dat ik niet kan gaan werken. Ik werk gewoon de belbuls hier in Saarbroek. Morgen is mijn laatste dag. En morgen is mijn laatste dag daar aan werk. En dan ga ik een paasweekend ga ik zaterdag naar OHL. Zondag, ik weet niet wat ik ga doen. Maandag is pas maandag. En dinsdag, de dag dat deze video online komt, ben ik dus thuis. Dus het kan waarschijnlijk zijn dat ik die dag, dat ik dinsdag nog 2 weekjes doe aan deze video. Dat ik nog een paar fouten uithaal. Maar zaterdag ga ik dus naar OHL. Dus ik ga ook een paar beelden stoppen van de match in mijn video. Dus ja, nu ben ik eventjes bezig met mijn setje voor de zomer. Ik heb graag dat ik mijn zomersetjes zo'n beetje voordat maak. Ik deed dat ook mijn pc toen dat ik mijn pc had. Ik heb hem nog altijd, maar die heeft al een week of 2 niet meer aangestaan. Nog 1 of 2 keer heeft hij aangestaan voor mijn nieuwe capture card. Naar de firmware erop te zetten. Nu hebben we dit toe gekregen aan de Jubel. En nu gaan we naar Los Frequencies Calm Scott, Where Are You Now? En ja, echt, ik vind deze setupje leuk. Die MacBook is echt overpowered. OP gewoon. Echt een goede MacBook. Ik gebruik hem nu al bijna 3 weken. Zaterdag gebruik ik hem 3 weken en echt OP gewoon. OP met editing, OP met draaien van muziek, OP met gewoon het online zoeken naar dingen. Echt alles is OP aan die MacBook. En wat ik echt wel tof vind is, je hebt nu een USB-C dock nodig, moet je bestellen. En die laptop die weegt bijna niks. En die batterij duurt, door mijn zware programma's, OBS en zo, gaat die rapper leeg. Maar echt, het is een zalig apparaatje. Ik zou er zo mee kunnen sets gaan draaien, bijvoorbeeld op mijn werk of ergens anders zou ik er sets mee kunnen gaan draaien, omdat die zo perfect is. En die kan echt alles aan. Ik heb zo de vorige FIFA video. De FIFA video dat ik voor de FIFA video van vrijdag, dus de vorige FIFA video van afgelopen vrijdag of wanneer was, heb ik dus zo moeten editen en zo moeten renderen. Ik deed er een half uurtje over, mijn pc zou er 2-3 uur over doen. Dus dat is echt wel een heel snel ding. Een video van 10 minuten op 2 minuten gerenderd. Dus deze vlog gaat iets langer duren voor te renderen, omdat hier niet zoveel, omdat hier minder in geknipt wordt. En in een vlog knip ik sowieso wat minder, want een vlog is voor mij, ik moet mijn expressies kunnen tonen in mijn vlog. En dat gaat niet als ik zeg van we gaan erin knippen. Vroeger deed ik dat wat in mijn vlog knippen, als ik met mijn OBS, alleen met mijn OBS, met mijn Sony Vegas dat deed, knipte ik erin. Maar nu met mijn DaVinci Resolve knip ik er niet in. En ik zou het wel kunnen erin knippen, of erin snijden en doen. Ja, DaVinci Resolve. Maar het is echt wel leuk om te weten dat ik nu bijvoorbeeld ook in Frankrijk of aan zee elke dag een vlog kan uploaden. Maar dat gaat waarschijnlijk in Frankrijk zijn dat ik elke dag een vlog ga uploaden.
gewoon omdat ik iets heb van ik wil graag een vlog voor jullie maken. En ik wil gaan meer gaan vloggen. En dus meer ook ja, om meer de wereld gaan ontdekken voor jullie. Om gewoon een vlog voor jullie te kunnen maken. Nu is dat nog altijd wat binnenvallen. Het is winter en ja. Maar ik wil meer gaan ontdekken voor jullie. Dus meer. Dus meer mijn YouTube pad opgaan en meer gaan ontdekken. Dus meer naar buiten, niet meer naar buiten gaan, maar meer naar buiten gaan. En dat kan ik ook doen, al ik zo met de vlog bezig ben. En dat is het perfecte apparaatje ervoor, dus ja. Oké, het einde van de set gaat er zelf aankomen. Ik moet nu eerst nog Avicii The Night zal spelen. En dan heb ik de set spijtig genoeg gedaan. En ik begin met deze nummer echt al fucking veel tranen te krijgen. Dus ik kijk hier echt naar goede, leuke momenten. En ik heb er al heel veel gehad in mijn carrière op YouTube. En ik heb wel echt al zoveel gehad, zoveel mooie momenten gehad op YouTube. Terwijl ik zoiets heb van ja, die leuke momenten die heb ik al zoveel gehad op mijn YouTube kanaal. En die waren meestal altijd met Sven. Dus echt leuke, heel veel leuke momenten gehad. En ik heb ook de privilege gehad om heel veel streams te mogen doen op YouTube. En dat doet me echt wel deugd. En ja, heel veel goede streams mogen doen. En ik voel het ook wel deugd dat ik nu kan zeggen. Ik ga eens kijken wat het aantal abonnees is op mijn YouTube kanaal. Ik dacht 249 abonnees. En het is echt een leuke video. Gewoon een leuk kanaal geworden. En ik ga zien wanneer de laatste FIFA video online komt. Ja, 7 april, wauw. Toen heb ik echt wel leuke dingen gedaan. Want ik had eerst nog de Elgato HD60X kunnen unboxen. En ik ben echt wel blij dat ik de MacBook Pro M2 review kon doen. Nog 70 kon doen. En dat ik mijn eigen smaak weer kon eten. Echt wel een leuke video, een leuk kanaal eigenlijk. En van een sad YouTuber gaan naar een leuke YouTuber gaan in zo'n korte en ja, eigenlijk een periode. Ik heb bij YouTube gestart in een periode dat echt niet goed ging bij mij. En dat hebben jullie ook wel gemerkt aan mijn video's. En nu is het een periode dat heel erg goed gaat, dat ik alles echt op een rijtje heb. En dat doet wel iets. Voor te zeggen dat ik nu zo'n YouTuber ben. Waar zit ik nu? En waar ik nu allemaal zit. En waar ik nu echt mee kan doen wat ik wil. Maak ik een FIFA video? Maak ik een andere video? Maar het is echt de privilege hebben om te doen wat je wilt doen. En veel mensen hebben die privilege niet. Ik kan je ook zeggen van vandaag maak ik geen video. Maar ik heb altijd gezegd van ik wil sowieso 2 video's de week uploaden. Dus deze vlog is sowieso 1 van die video's. Dus ja, echt weer een leuk video dat ik kon maken. En ja, vanavond ga ik sowieso ervoor afsluiten. Dan ben ik ongeveer meer dan 2 weken bezig, dus ja, echt wel een leuk project. Ik heb leuke projecten en soms gaat het niet goed met mij en dat merk je ook wel. Maar nu gaat het echt wel perfect. Ik heb alles wat ik wil in het leven en ik kan niet voor meer vragen, dus ja, let's go. En dit was de vlog dan alweer. Bedankt voor het kijken naar deze nieuwe vlog. Ik ga hem nu editen. En dan zie ik jullie guys vrijdag terug bij de FIFA video. En er komt hele leuke content aan.
Heel leuke FIFA video. En stay tuned. Vrijdag om 7 uur 's avonds een FIFA video. Met weer een hele leuke speler. Dat we gedaan hebben. Van alles misschien. Dus ja, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe video. Nieuwe vlog. En dan zie ik jullie graag terug bij een FIFA video vrijdag. En binnenkort weer een nieuwe vlog. Dus ja, bye bye.